Donderdag 19 april vond de aftrap van het Fruitcorso 2018 plaats in de Agnietenhof in Tiel. Dit jaar zullen 6 jeugdwagens en 12 grote wagens deelnemen. Maquettes van de mozaïeken en de corso-wagens werden getoond. Dit jaar zullen er enkele grote veranderingen plaatsvinden rondom het corso. Het evenement was de laatste jaren gratis toegankelijk, maar dit jaar wordt er een toegangsprijs van €5 gevraagd voor bezoekers vanaf 13 jaar. De organisatie van het corso heeft de afgelopen jaren te kampen gehad met financiële strubbelingen, waardoor dit noodzakelijk is geworden. Verder komt er een avondcorso, een aanpassing van het parcours waardoor wachttijden verkort worden, continu activiteiten tijdens de stoet en de fruitcorso wielerronde. Tussen het middag- en avondcorso wordt deze ronde verreden. Bekende onderdelen blijven verder, waaronder het kindercorso en het voertruckfestival. Ook het thema duurzaamheid krijgt nadrukkelijker de aandacht binnen de Stichting Vierstromenland. Zo zullen allerlei producten die gebruikt gaan worden op de praalwagens gerecycled gaan worden.